Hey, ik ben Darshan, 21 jaar oud en ik mag voor het eerst stemmen. Maar hoe werkt dat nou? Met wat kan ik stemmen en op wie kan ik stemmen? Dat ga ik leren in deze videoserie en ik neem jou daarin mee. Let's go! Oké. Je moet ook weten bij wie je een kruisje moet gaan zetten. Of een cirkeltje met een rood potloodje. Want ja, je wil wel weten welke partij met welke mening het beste bij je past met welke standpunten. Daarvoor heb je de verkiezingskrant van elke partij. Daar kun je mooi lezen. Elke pagina heeft een partij waar je dus heel veel kan lezen. Je kan ook onze video's gebruiken met de stellingen die in beeld komen. En dan kun je kijken van oké, dat past wel en niet bij me. Maar je hebt ook de stemwijzer. En die stemwijzer kun je gewoon op je telefoon maken. Die gaan wij nu ook eventjes maken. Dat is hierenveen.stemwijzer.nl. Hier staat dus op de website gemeenteraadsverkiezingen 2022 stemwijzer gemeente Hierenveen. Hierenveen.stemwijzer.nl. Dit is eigenlijk heel simpel. Ik ga hem heel eventjes nep invullen. Jullie moeten hem wel even echt invullen. Er komen dus allemaal stellingen en dan komen er op een gegeven moment komen er allemaal partijen voorbij. Kun je aan het einde nog aangeven welk onderwerp je extra belangrijk vindt? Nou, ik doe er even een paar. Volgende stap. Ik wil alle partijen meenemen, want dan weet je gewoon het beste op wie je kan stemmen. Akkoord. En dan komt hier dus op, en dit zijn dus antwoorden van mij die niet kloppen. Bij mij komt er nu dus de partijen VVD, FNP en Jezus Leeft naar boven. Maar wel allebei 58, 52 en 52%. Dus het is niet een hele sterke mening. Maar dat komt ook omdat ik alleen maar ja en nee klik. Het is de bedoeling dat als je een goede resultaat wil, dat je gewoon alle vragen gewoon serieus antwoordt. En dan komt uiteindelijk een uitslag uit die het beste bij jou past. En wie weet kun je dan daar ook je mening op baseren. Je kan zelfs ook nog klikken op een partij en dan zie je dus, nou, vergelijk jouw mening met de partij. Dan kun je ook nog gewoon per vraag zien wat de VVD ervan vindt met een uitleg erbij. Zodat je dus eigenlijk alles over die partij te weten kan komen. En dan kun je daar dus gewoon je keuze op vellen. Succes met het maken van de stemwijzer. Stemwijzer.heerenveen.nl. Maar wij gaan nog eerst even door naar een partij met een andere stelling. Die hier ook wel eens in voor kunnen komen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Ciao! Hey, wie ben je en van welke partij ben je? Ik ben Aag Hartsuiker, lijsttrekker, Heerenveen Lokaal, lijst 10. Top! De huidige buslijnen moeten blijven, ook als de Lelylijn er komt. Ben je het daarmee eens? Ja, natuurlijk ben ik het daarmee eens. Zonder openbaar vervoer kun je niet. Maar die Lelylijn die is er nog lang niet. Dat kan nog wel 10, 15 jaar duren voordat die überhaupt de eerste spoordeels er ligt. Dus laten we nou eerst maar eens goed gaan kijken van wat we nu moeten doen. Dan in plaats van zo ver naar voren kijken. En het is ook niet eens zeker dat die er komt. Ik check alvast in, maar we gaan eerst door naar de volgende. Wie ben je en van welke partij ben je? Ik ben Hedwig Rinkers en ik ben van het CDA. Ik denk juist als de Lelylijn komt dat het belangrijk is dat de buslijnen ja, in stand blijven en misschien nog wel wat meer uitgebreid worden. Als je nu kijkt is het best wel lastig als je vanuit sommige dorpen naar bijvoorbeeld je school of naar je bijbaan of naar je werk wilt gaan. Is het best wel moeilijk om op die plek te komen omdat bussen vaak maar nou, bijvoorbeeld één keer in het uur rijden en ook niet vaak. S'avonds en 's ochtends heel vroeg. Dus het is best wel beperkt hier in onze regio. Dus met de komst van de Lelylijn zou dat best wel extra dynamiek op kunnen leveren. Waardoor ja, er eigenlijk veel meer mogelijk is in het vervoersvraagstuk. Oké, we weten nu hoe de partijen over dit onderwerp denken. En wil je meer weten over alle onderwerpen en de meningen van de partijen? Check dan even heerenveenkiest.nl of vul de stemwijzer in. Tot de volgende video. Doeg!